Het gekke is dat we er al dagenlang mee bezig waren. We zouden die vuurwerkbom precies om 12 uur laten ontploffen. Dom als ik was, heb ik eerst ontkend. Geen vuurwerkbom gemaakt, geen vuurwerkbom afgestoken. De impact is bijna niet in woorden te vatten. Dat telefoontje van de politie, wilt u uw dochter opkomen halen? Het waren echt de allermoeilijkste minuten van mijn leven. Ik wil dat echt nooit meer meemaken. Voor mij geen vuurwerk meer. En Tessa blijft thuis. Ik zie op tegen 31 december. Ik denk dat ik de nacht van vorig jaar nooit vergeet. Oud en nieuw zal voor mij nooit meer hetzelfde zijn. Dit verhaal staat niet op zichzelf. Elk jaar gebeuren er soortgelijke ongelukken tijdens de jaarwisseling. Kijk dus uit wat je doet. Lekker knallen, tuurlijk, maar niets verknallen. Beluister de complete verhalen op ede.nl.